Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door gemeente Zandvoort en VVV Zandvoort. Welkom bij de laatste aflevering van het Zandvoortjournaal van dit seizoen. We praten u bij over de gebeurtenissen op en rondom het circuit. In deze aflevering een reportage over het racehotel Hoogland. Bij elke behoorlijke race heb ik ploegen van het circuit. Rijden we nog één keer het stratencircuit uit 1939 met een paar bijzondere automobielen. En bespreken we weer een bocht met coureur Michel Blekemolen. Maar eerst nieuws over een unieke rally dwars door Noord-Holland die later dit jaar zal worden georganiseerd. De 100 Miles of Amsterdam is een evenement dat 's nachts plaats gaat vinden op de langste nacht van het jaar, 20 december, voor vooroorlogsauto's. Een stuk of 50 vooroorlogsauto's gaan in en rond Amsterdam een 100 mijl, 160 kilometer rijden. Dat betekent twee dingen, een heleboel herrie en zeer Spartaans. Maakt dat het zo leuk? Spartaans is het zeker. En de bezitters die die auto's hebben, die passen ook heel goed bij Amsterdam. Want dat zijn wat mensen die out of the box denken. Dat zijn wat creatievelingen. Anders ga je niet in zo'n auto rijden. En juist de uitdaging, dat trekt hun. Dat het 's nachts is, dat het donker is, dat het koud is. Dat is gewoon het unieke van het evenement. You are the one. For me. Het is een gebouw dat er voor veel Zandvoorters altijd is geweest. En zolang zij zich kunnen herinneren, is het een hotel geweest. Het is een hele oude foto van het centrale huis. Dit is het hotel, dat is hier ook te zien. Dat was de eerste villa in de Villawijk. De uitbreiding aan de parkstraten. Vroeger was het één parkstraat en er was een voetbalveld achter, geloof ik. Nou, prachtige villa. Vanaf het begin een pension geweest. In de zomer werd daar verhuurd, pension Mon Plaisir. En meer dan 100 jaar. Het centrale stuk. Later is er van alles aangebouwd en een etage recht getrokken. Dus begin 1900 ergens? Ja. Dus gewoon heel leuk. Nou, en hier heb je die Westerparkstraat, die komt er nog steeds zo aan, die is het parkeerterrein. En dit is natuurlijk nu allemaal vol. En wanneer is het een hotel geworden? Eigenlijk vanaf het begin, wat is het verschil tussen een pension en een hotel? Kijk, het was de eerste jaren was het gewoon particulier en dan werd er verhuurd. En zolang ik het pand ken, was het altijd al een echt hotel. Hotel Hoogland is een begrip in binnen- en buitenland. Al decennia lang is het hotel tijdens de autoraces in Zandvoort een echt racehotel. Eigenaar Floris Faber doet er dan ook alles aan om met de raceteams en racefans naar de zin te maken. Met de A1 hebben we toen hier een racebaantje neergelegd met zo'n afstandsbedieningetje. En dan konden ze met kleine autootjes over de racebaan konden ze racen. Dat was hartstikke leuk. Die konden gebruik van ja. Grote mensen en treinen en raceautootjes. Dat ging er net op. For me formidable. You are the one for me. Ja, ik heb deze. Dat is Christian Klien, de Oostenrijker die de eerste Marlboro gewonnen heeft hier in Zandvoort, de Masters. En die zat bij ons in kamer 7. Heel klein jochie met zijn vader. Zijn vader was apetrots en hij was gewoon 16 of 17. En hij heeft wel die race gewonnen. Hij is later ook teruggekomen. Je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire pour te plaire. Voor mij is Zandvoort natuurlijk het onderscheidend aanbod van Zandvoort zit voor een belangrijk gedeelte in het circuit. Er zit ook een heel belangrijk imago. En bij elke behoorlijke race heb ik ploegen van het circuit. Rechtstreeks hoor, dus een motorsportploegen, coureurs, altijd. Dus zodra de kalender uitkomt, dan blok ik onmiddellijk die weekenden. Want voor je het weet, dan via de bookingsites rolt dat vol met individuele reserveringen. Daar heb ik helemaal geen trek in, want ik moet ruimte hebben voor mijn vaste contact in Wenen, HBR Motorsport zit altijd hier. Die boeken dan meteen 14 kamers voor 4 of 5 nachten. Tant pis, ne t'en fais pas. Viens dans mes bras, darling. Love you, darling. Ondanks dat het hotel van Floris elke race vol zit, kijkt hij met weemoed terug op de sfeer van vroeger.
ik heb dat natuurlijk als kind, als jochie meegemaakt, de sfeer in het dorp. En er waren natuurlijk veel minder hotels. Er was nog geen Centerparks, wat nu dan Sunparks is. Er was geen NH, er was niets. Je had in het Hotel Zonnewende, dat was het beste toen. En Hoogland was er ook al hoor. Maar die ploegen die gingen dan in Zonnewende. Dat is geen hotel meer inmiddels. En in het dorp gebeurde alles. Dus wat nu Dirk van der Broek is, was toen een garage. En daar gingen alle raceauto's in. En er werd door het dorp werd er gereden. Geweldig. Dus het hele dorp stond op zijn kop. Dat weet ik nog. En dat was altijd heel geweldig. En dat waren, nou ja, zoals we nu een laatste keer met de A1 gehad hebben, dat het helemaal dicht zat. En dat het dorp gewoon vol was en dat iedereen ook mocht parkeren waar hij wilde en er werden geen bonnen uitgeschreven en die hele boulevard stond vol met auto's, allemaal haaks op de stoep, wat helemaal niet kan. Weet je, die sfeer had je toen ook. Het is een van de grootste raceclubs van Nederland. De Dutch National Racing Team heeft als doel het racen bij de gewone man te brengen en organiseert het hele raceseizoen door evenementen op het circuit van Zandvoort. Huub Vermeulen is de man achter het Dutch National Racing Team en is al jaren te vinden op het circuit als coureur en organisator van de races. Mijn moeder reed rallies vroeger, dus toen kwam ik af en toe ook op Zwolle. Mijn moeder had ook de wintercursus gedaan, de racecursus. Dus zodra ik mijn rijbewijs had en ook maar iets ruimte om te gaan rijden, ging ik ook naar de cursus, was ik 22. En nou ja, van daaruit ben ik cursus gedaan, voorzichtigjes gaan racen. Simca 1000, hè, dus met de Simca 900 goedkoopste uitvoering. Ja, fantastisch. Het doel was, de gedachte was om racen mogelijk te maken voor een heel groot publiek. En dat was er niet, dat was er nooit. En we hebben dat eigenlijk de bestaande organisatie gevraagd of ze dat wilden doen. En zeiden ze, nou, daar is helemaal geen behoefte aan. En wij wisten dat toch echt zeker, ook vanuit de raceschool. Wij wisten dat onze cursisten een groot aantal dat ook wilde. En dat, dus we hebben dat gevraagd. We zijn weer teruggegaan. We zijn nog 10 keer teruggegaan. En bij de 10e keer zei de club van, als je denkt dat je alles beter weet, dan moet je dat zelf maar eens doen. Nou, toen zeiden wij, god, dat is stom zeg. Jij vindt ons stom. Nee, zeg ik, nee. Dat ik daar nou niet eerder aan gedacht heb, dat vind ik stom. En toen zijn we begonnen, en dat is 15 jaar geleden. Zou je kunnen zeggen dat het Dutch National Racing Team jongensdromen waarmaakt? Absoluut, ja. Absoluut. Dat is wat wij willen eigenlijk. Maar het moet niet al te belangrijk worden en al te belangrijk zijn. En dat met de stam wel heel, heel erg leuk. We staan hier voor een prachtige truck met daarop alle klasses van het Dutch National Racing Team. Dat zijn er nogal wat. Waarom is het zo divers? Nou ja, dat is ook de bedoeling. Het moet divers zijn. En er zit wel hier en daar wat overlap in, maar we maken zoveel mogelijk verschillen daarin. En zodat iedereen zegt, ja, de ene wil dit, de andere wil dat. Vergis je niet, hè. De mensen die daarin rijden zijn allemaal een beetje aparte mensen. Want anders doe je dat niet. Maar ze zijn allemaal verschillend apart. U zit al ruim 40 jaar in de racerij. En u bent zeg maar de man achter het Dutch National Racing Team. Is dit een beetje een levenswerk? Ja, absoluut. Absoluut. Ja, dit is vanaf het moment dat we hiermee gestart zijn, zijn we hier zo mateloos veel tijd aan kwijt. En doen het eigenlijk nog met een relatief klein groepje als vrijwilligers. Dus
Ja, daar mag je wel van spreken. Dadelijk rijden we nog één keer het oude stratencircuit uit 1939 met een paar bijzondere auto's. 1939 stonden hier de hoofdtribunes voor de eerste autoraces in Nederland. Maar nu eerst raceles van een van de beste coureurs van ons land, Michel Blekemolen. Elke week bespreekt hij de bocht. Ja, de Arie Luijendijk-bocht. En die noemen wij vaak Bos uit, want er zit nog een historie hier van een bos wat er ooit gestaan heeft. Maar dat is ook niet helemaal waar, want toen lag die bocht nog verder terug die kant op. Uiteindelijk is hij vernoemd naar Arie Luijendijk, 1990-1997. Tweemaal Indy gewonnen, heel bijzonder. Want ja, als je met Arie over het vliegveld loopt in Amerika, zelfs nu nog, handtekeningen, een bijzondere man. Nou, inmiddels hebben we het circuit alweer wat verder gereden. We komen nu bij de Arie Luijendijk-bocht. Heel belangrijk dat we hier goed doorheen gaan. Ik begin buiten, ga langzaam naar binnen. En waar de curbstones beginnen, daar tik ik hem ook even aan. En laten we weer netjes naar buiten vieren. Altijd een beetje link, de boarding en alles. De vangrailen staan vrij dicht bij de uitgang van de bocht. In 1939 werd de eerste autorace van Nederland in Zandvoort verreden. Er werd een circuit aangelegd dwars door het dorp. Voor veel inwoners was dit het eerste grote evenement dat zij in hun leven meemaakten. Dat circuit van toen bestaat voor het grootste gedeelte nog steeds. Vandaag rijden we het oude stratencircuit nog één keer met een aantal vooroorlogse racewagens. Het is een Nox uit 1910, een 7,2 liter kopklepmotor, een hele snelle auto, dus voor die tijd zeker heel geavanceerd en echt al voor de racerij gebouwd eigenlijk. Dit is een MC TB van 1939, dus net vooroorlogs. Dit is een Alvis van 1932. Het is een auto die door de fabriek gebouwd is als enkelstuks om motoren in uit te testen. En het aardige van deze auto is dat hij eigenlijk het grootste gedeelte van zijn leven geraced heeft. Ger Sensen, voorzitter van het genootschap Oud-Zandvoort, wijst de weg. Eerst gaan we naar de start en finish van toen. Dit is een plek met historie, zouden we kunnen zeggen. 1939 stonden hier de hoofdtribunes voor de eerste autoraces in Nederland. En dat was een heel gebeuren. Start en finish achter mij. En het aardige ervan is te vertellen dat de hele afzetting hier eigenlijk alleen maar een prikkeldraadje was waarvoor strobalen lagen. Verder niets. En dan, achter de strobalen stonden wel om de 10 meter militairen om de zaak in goede banen te leiden, want men was bang voor overlopers. Men wilde niet hebben dat het publiek van de ene kant van de baan tijdens de races naar de andere kant liep, want dat zou veel te gevaarlijk zijn. Op deze plek was een hele ruime bocht naar rechts in de Verlennepweg.
waar ze met behoorlijke snelheid heen, doorheen konden gaan. De volgende bocht was ook weer een bocht naar rechts. De Nicolaas Beetslaan op. En we rijden dus nu op de plek waar vroeger de tribunes stonden. En aan de rechterkant hier was de racebaan. Aan het einde van de Nicolaas Beetslaan volgde een scherpe bocht naar de Vondellaan. Op het kruispunt Vondellaan van Lennepweg gingen de coureurs hier naar links richting de zee. En hier sloeg men weer rechtsaf de Vondellaan op. We staan hier eigenlijk op deze kant uit op de Vondellaan. En dat was het, ja, eigenlijk bij de race is het eerste stukje waar men dan indook naar beneden toe. Dat was een dennenbos. En dan ging de bocht naar rechts, dan weer licht naar links toe. En kwam men uit op het kruispunt waar we al een paar keer overheen zijn gegaan. Het kruispunt, het belangrijke kruispunt met de stroobalen, waar de rijders elkaar rakelings bijna konden zien en aanraken. En hier ging men dus weer links op weg naar de finish. Na de oorlog werd op initiatief van de Zandvoortse burgemeester van Alphen een nieuw circuit aangelegd. Er werd puin gebruikt van oude gebouwen die gesloopt waren door de Duitsers in de oorlog. Op 7 augustus 1948 vond de eerste autorace plaats op het nieuwe circuit van Zandvoort. Wat is het verschil tussen het oude circuit, dus niet het straatcircuit, maar het oude circuit op deze plek en het nieuwe circuit? Nou, het nieuwe circuit heeft veel meer bochten en is daardoor minder snel dan het oude circuit. En ik vind zelf dat het oude circuit heeft, nou, vond ik toch leuker. Er werden hogere snelheden behaald? Hogere snelheden en je had meer overzicht. Ja. Waarmee ik niet wil zeggen dat het nieuwe niet leuk is. Natuurlijk niet, maar het is anders. De sfeer van toen was wat gemoedelijker, wat minder professioneel. Je kocht je kaartje, je ging er binnen, je kon bijna overal terecht. Als kleine jongen heb ik dat meegemaakt. Nou, er keek me wel eens achterom, maar je kon alsnog gaan kijken. Tegenwoordig ligt dat toch wat anders, denk ik. En dat moet ook wel, want je hebt natuurlijk een bedrijfsvoering. Daar gaat een hoop geld mee gemoeid. Als je vroeger een keertje keek bij de pits en er werd een wagen weer bijgevuld, dan stond er een man met een sigaret in zijn mond en die stond benzine bij te gieten. Dan moet je tegenwoordig niet meer omkomen, want dat is levensgevaarlijk. En dan nu de uitslag van de prijsvraag. De afgelopen 7 afleveringen konden er kaarten worden gewonnen voor het Italiaanse racefestijn Spectacolo Sportivo op 30 augustus. Bedankt voor de vele reacties. De winnaar van de prijsvraag is Ron Magielsen uit Heerhugowaard. Veel plezier bij Spectacolo Sportivo. En dan de agenda voor de komende week. Op 29 en 30 augustus wordt het Italiaanse racespectakel Spectacolo Sportivo gehouden. En wordt de tweede Oomstee Open gehouden bij Open Golf Zandvoort. Ook op 30 augustus de kunst- en boekenmarkt op het Gasthuisplein. En er is live muziek in het muziekpaviljoen. Voorlopig was dit de laatste aflevering van het Zandvoortjournaal. Bedankt voor het kijken.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door gemeente Zandvoort en VVV Zandvoort.